Het is niet gemakkelijk om op Spitsbergen met een drone te vliegen, want de drone raakt steeds de weg kwijt. De geopositie werkt niet en hij slaat op drift. Maar Frits Steenhuizen maakte deze prachtige video. Rechts zie je in het grafveld Koos de Vries bezig met het scannen van de bodem. Links de archeologen die een graf beschrijven. Het zijn dus 400 jaar oude graven van walvisvaarders, Nederlandse walvisvaarders die hier begraven zijn. Alle graven zijn oost-west georiënteerd. Bedekt met stenen om ervoor te zorgen dat de vossen of de beren er niet bij komen. Hier links de vier archeologen. En achter hun zit ook nog Wouter, die bezig is met de grondradar, om te scannen waar de kisten liggen.